Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een van mijn filmpjes. En vandaag ben ik weer op de luchthaven van Bali. Ik was er maar één nacht en ik ga het eiland wel weer verlaten. Maar niet voor lang. Ik ga even een paar dagen weg naar een ander land, namelijk Oost-Timor. Laten we gaan! Kleine 2 uur, mooi op tijd en het is in ieder geval lekker zonnig, dus het belooft wel positiefs. En zo zit ik alvast in een wat gammele taxi die mij naar de hoofdstad Dili gaat brengen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat, want de deur die kon van binnenuit wel open, maar van buitenaf niet. En de veiligheidsring kon ik maar net dicht doen, dus welkom in een totaal andere wereld. Nou, Dili, het is wel een andere wereld als je het zo ziet. Het is toch wel wat soberder. Je ziet toch echt wel dat het een behoorlijk ontwikkelingsland is en dat ze er best wel hun best voor moeten doen. Ik moet intussen ook af en toe een beetje naar de grond kijken, want sommige putdeksels zijn hier niet afgedicht. En dat is, het zou heel vervelend zijn als ik nu in één keer uit beeld wegzak. En het is best wel lastig om geld te wisselen. Ze betalen hier met dollars, maar eigenlijk ook met centavos. En centavos, dat zijn centen eigenlijk. Dus 100 centavos is ook 1 dollar. Dat was alleen een klein probleem. De pinpas die wordt hier niet geaccepteerd en de creditcard ook niet. Nou, gelukkig had ik nog wat contanten op zak, dus die heb ik kunnen wisselen. Zodat ik toch nog wat kan doen. En gelukkig zijn de prijzen hier niet hoog. Want als je ziet dat je voor 1 dollar iets kunt eten op een terrasje. Dan komen we er wel. Nou, en hoe verplaats ik mezelf dan in een ver land met het openbaar vervoer? Nou, hier hebben ze geen gewone bussen, maar allemaal van die mini kleine Japanse busjes. Waar je gewoon op afrent als je mee wil rijden. En de prijs mag er zijn 25 cent per rit, waar je ook maar heen gaat binnen de stad. Van Dili en daar is op dit moment een huwelijk gaande en volgens mij is het wel prima als ik in ieder geval achterin blijf staan. Oost-Timor is eigenlijk nog maar een jong land. Tot 1975 was het een Portugese kolonie, maar na de revolutie in Portugal werden eigenlijk alle koloniën heel snel onafhankelijk. Ook Oost-Timor, dat werd onafhankelijk in december 1975, maar nog geen week later werd het onder de voet gelopen door Indonesië. Ook met toestemming van Amerika en Australië, want ja, die dachten ook al van stel voor zo'n nieuw land, wat zal het worden? En Suharto was zo attent om te zeggen dat in Oost-Timor toch alleen maar communisten zaten. Nou, dan heb je de Amerikanen natuurlijk meteen mee. Eenmaal onder Indonesische heerschappij hadden de Timorezen best wel te lijden. De soldaten gedroegen zich verre van vriendelijk, verre van correct en wisten ook geregeld een bloedbad aan te richten. Pas toen journalisten stiekem deze regio binnenkwamen en een bloedbad vastlegden in 1991, kreeg het wat meer aandacht van de internationale gemeenschap en langzaamaan bewoog het zich richting een meer zelfstandige status. In 1999 waren ze helemaal zat. Tijdens de grote crisis in Azië die ook Indonesië trof, roerden een aantal gebieden zich om alsnog onafhankelijk te worden van Jakarta.
Oost-Timor had daarbij de beste papieren, want is ooit een ander land geweest. Uiteindelijk is de VN tussen beiden gekomen en in 2002 heeft het land de onafhankelijkheid definitief uitgeroepen. En sindsdien is het dus ook een onafhankelijk land. Niet meer afhankelijk van Indonesië, niet meer afhankelijk van de VN, maar zelfstandig één van de bijna 200 landen op deze wereld. Oost-Timor heeft ook een aantal kleine stranden en daar moet je soms wel een beetje voorzichtig mee zijn, want ook aan deze kant, hoewel aan de andere kant van het eiland veel meer, komen krokodillen voor. Nou, als ik op deze afstand van het water sta, dan ben ik wel veilig, maar dicht bij het water kunnen die beesten levensgevaarlijk zijn, dus je moet altijd wel een beetje op je hoede zijn. Vraag even een local of het wel verantwoord is. En aangezien het hier best wel klammig warm kan zijn, is het wel fijn om af en toe even iets koels erbij te pakken. En daarom geniet ik nu even van het sap van een heerlijke kokosnoot. Nou, hier ben ik bij het Christusbeeld. En het Christusbeeld is ooit neergezet nog door de Indonesiërs, natuurlijk even om goede sier te maken. Het beeld kijkt over de baai heen en kijkt naar Jakarta om te laten zien wie hier toch een beetje de baas is. Vond je dit nou ook een interessante vlog? Nou, dan mag je natuurlijk altijd weer een dikke duim achterlaten. Commentaartje eronder mag ook. En we zien elkaar de volgende keer weer. Like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Doei!